De schoenen passen me perfect, al is het wel even wennen en zou ik eerlijk gezegd toch veel liever zonder spelen, maar dat is dus tegen de regels. Asare duikt in een krakkemikkige kast naast het schoenenrek, grabbelt er een afgedragen geel-zwart truitje uit en werpt het me toe. Er staat geen naam op, enkel het rugnummer 11. Ik sta verbijsterd naar het verkleurde shirt. Wat? Bromt Asare. Je had toch geen splinternieuw truitje met jouw naam erop verwacht? Nee, maar... De coach kijkt me vragend aan. Maar wat? Geel en zwart zijn de kleuren van Ashanti Gold, de ploeg waar mijn papa vroeger heeft gespeeld. En hij droeg ook het nummer 11. Asare kijkt op zijn horloge. Ga je dat shirt nog passen of niet? Drinkt hij aan, terwijl hij mij ook nog een voetbalbroekje en een paar versleten kousen toewerpt. Ik trek het shirt aan. Het is een paar maten te groot, maar dat vind ik niet erg. Integendeel, het voelt heel goed aan, en zo verder, enzovoort.